Hallo allemaal, wij zijn Alpha Hulpen, wij zijn een collega van Liddy, wij komen uit de Achterhoek, wij werken als Alpha Hulp. Wij zijn nu al 2 jaar bezig om dezelfde rechten te krijgen als onze collega's. Wij krijgen geen vakantiegeld, wij hebben geen pensioen. Als we ziek zijn, dan krijgen we 6 weken uitbetaald. En daarna, ook al ben je best nog wel heel erg ziek, je krijgt geen ziekengeld. Dus je moet maar weer aan het werk. Om je gezin te onderhouden of wat dan ook. Wij dachten van, ach, dat gebeurt een ander, ziek worden. Maar mij is er vorig jaar ook het een en ander gebeurd. En dan word je met de neus op de feiten gedrukt dat je gaat werken terwijl je niet kan. En dat je er nog een half jaar tot een jaar last van hebt. En het zal mijn tijd duren, ik moet nog 2 jaar, maar ik doe het ook voor mijn collega's. Die kunnen ook ziek worden. En als je dan 50 bent en je moet tot 67... wat moet er dan gebeuren? Daarom roepen wij dus de politiek op om met deze Alpha-constructie te stoppen. Wij willen ook graag, als wij zover zijn dat we mogen stoppen met werken, dat wij ook een pensioentje hebben opgebouwd. Ja, wij doen hetzelfde werk, dus wij willen ook heel graag dezelfde rechten. Deze roep ik alle Alpha-hulpen op in Nederland om een vuist te maken tegen deze constructie. Kom op mensen, maak je sterk. Ik ben Liddy. Dit is mijn verhaal. Deze boodschap wil ik nalaten. Om ervoor te zorgen dat anderen niet in dezelfde situatie belanden. Ik blijf strijdbaar tot het eind. Zodat er niet voor niets is geweest. Daarom doe ik een dringende oproep om aan de politiek om te stoppen met de Alpha-constructie.